Bas. Hey Bas, met je oom. Hoe gaat het met je? Nee, dat is nog eens een verrassing. Ja, met mij gaat alles goed. Het gaat goed met voetbal en we gaan bijna weer beginnen met het nieuwe seizoen bij de A1. Dus ja, alles gaat goed. Hoe is het daarboven? Nou, het gaat heel goed. Sterker nog, ik heb jouw speciale opdracht voltooid. Ik heb voor jou een top 50 gemaakt van de mooiste stadions ter wereld. Serieus? Echt waar? Oké. Naar welke landen heb je zo al gekeken dan? Nou, de voertuig is hier Engels, dus ik heb alle landen in het Engels op een briefje geschreven. Hier komen ze. Ik maak even een briefje bij, een moment. From Austria, from Belgium, Colombia, the Czech Republic, from France, Germany, from Italy, Japan, Netherlands, Portugal, Puerto Rico, Spain, Switzerland, United Kingdom and the United States. Wat tof zeg, maar nu ben ik wel echt benieuwd. Wat is nou de allermooiste? In Engeland die van Luton Town. Echt zo'n heerlijk typisch Engels stadionnetje. In Portugal viel die van Sporting Lissabon op. Eén groot kleurrijk geheel. Maar ik heb heel goed nieuws voor je Bas. Want misschien wel het allermooiste stadion ter wereld staat gewoon in Nederland. Aan de Vetkampstraat in Deventer om precies te zijn. Ja, midden in de stad. Tribunes dicht op het veld. Een heerlijke mat. Ik kan het gras hier nog ruiken. Bij wijze van spreken dan, hè? Je bedoelt het stadion van Go Ahead Eagles, of niet? Ja, van Go Ahead Eagles. Dus je weet wat je te doen staat, Bas. En Kuipers komt in voor 2-2. Ze komen dan toch langs zij. Linksback Bas Kuipers. Yishu, die Shang Hang. Nee. Yishu, Ding Shang Shong. Aardig gespeeld. Dit is Kuipers. Okita mist en Van Lanschot met 1-0. André. Hey André, je raadt nooit waar ik net getekend heb.